Als ik over de Scheldebrug rijn, als het in die richting is, is het naar rechts dat ik moet kijken. En als het in de andere richting is, is het naar links. Maar ik zal mij nooit vergissen in welke richting dat ik zal kijken. Dan is er altijd een fractie van een seconde dat ik al die schepen daar zie liggen. Gelijk of dan ze lagen, als ik daar beginnen werken zijn in 76. Dat lag eigenlijk, dat zouden bijna de werf niet van de schepen die er veel lagen. Die kleerlagen die in afwerking waren. En dan zie je dat allemaal verkommeren. Hè? Dan ligt dat er allemaal duurt. Die kranen die bewegen niet meer. Alles ligt duurt. Compleet duurt. Dat is iedere keer zoiets iets in dat binnenste dat samenknijpt je. Mm-hmm. Dat is een gevoel dat ik iedere keer heb als ik daarover heb. Wordt dat geduizenden mensen, duizenden gezinnen onder onderneming inbegrepen? In de miserie stort en met vroogteken zet en in een situatie brengt waar dat van alles uit kan voortkomen behalve goeds, door is het precies van ja, het is nou eenmaal zo, dat is precies de economische wet. Als dat de economische wet is, ja, dan zijn we er niet, dan moeten we die zeker gewoon herzien, want ik heb het al gezegd, voor mij is dat een economische dictatuur. Ik ervoor dat zelf nou ook, hè. Maar een dag spreekt men anders niet. We moeten meer flexibel zijn, we moeten de sociale lasten laten zakken, dat we beter financieel naar de buurt kunnen komen tegenover andere bedrijven die in de concurrentie liggen en zo. En dat is elke dag dat jij dat hoort, en elke dag, hè, om een duur, de mensen die horen alles niet meer en ze weten alles niet meer. Om een duur zijn er al veel arbeiders die ook al zo al beginnen praten, hè. Die gewoon zo beginnen praten erover, hè. Dat ze zeggen, als wij dat niet gaan doen, ja, dan ben ik mijn job kwijt. En dan kijken ze niet meer naar hun collega's die op een ander bedrijf werken. Want die zeggen, ja sorry, dan moeten die mannen dat zomaar doen. Hè. Maar als zo beginnen het al. Hè. Probleem is dat we als vakbonden vandaag op een gevaarlijk pad ons aan het begeven zijn. En omdat je zegt dat we eigenlijk de gemakkelijke weg zoeken. De weg van de sociale begeleiding, de sociale envelop. De pil een beetje verzilveren, laat ons maar zo uitdrukken. Dat is het grote probleem dat zich vandaag stelt. En de grote uitdaging waar we voor staan, als vakbonden, op welke manier gaan wij hier nog, laten we zeggen, binnen 10 en 20 jaar verder leven in deze maatschappij? Gaat er nog werk zijn voor iedereen? Hoe gaat iedereen aan de kost komen? Wat gaat er met de sociale zekerheid gebeuren? Wat als je geen werk hebt? Enzovoort. Dat is de grote uitdaging, denk ik. Het is geen kwestie dat er geld te weinig is. Hè. Er zijn zo open geld zoals er vuilnisbelten zijn. Alleen zit het geld te veel op een hoop en wordt het niet gebruikt in functie van mensen. Hè. In functie van rijkdom wel en om die rijkdom nog te vergroten. Dat is één. Bij gevolg dat er technieken komen om de arbeid te verlichten, dat is allemaal goed, maar dat wil niet zeggen dat er geen werk meer heeft. Er zijn zoveel behoeften in een maatschappij die natuurlijk volgens kapitalistisch denken niet rendabel zijn, niet winstgevend zijn, en die schrijft men allemaal af. Daar is allemaal geen geld meer voor. Ook ons openbare diensten die men allemaal nog hebben, die zo van belang zijn, want zonder openbare bedrijven in een land, he, dat wordt hier een ramp dan. Dus al dat niet meer productief is, dat moet precies allemaal verdwijnen. Foto's uit Temse bekeken. Het monument van de kaailopers. Eender inhangen van Boelwerf. Tegenover Boelwerf
de villa van de heer Philippe Saveris, de laatste echte patroon. Temse en Boelwerf in de winter, in de mist. Nog een klein groepje ex-scheepsbouwers is nu onder contract voor de curatoren. Er gebeurde niets bijzonders op deze werf onder curatele. En toch rij ik er weer naartoe om foto's te maken. Het portierskot is de enige ruimte waar er gebabbel klinkt, waar de telefoon rinkelt en de frigo aanslaat en afslaat. Ze bieden mij een pils aan. Ik lees de gazet. De koeien hebben gekke ziektes. België heeft uitstekende motocrossers. Hier houdt een arbeidsintensieve industrie op te bestaan. Niet omdat ze overbodig is, niet omdat ze verouderd is, maar omdat overheid en privéondernemer niet in staat waren samen een alternatief te formuleren tegenover de druk van de internationale concurrentie, de wereldmarkt. Misschien zijn nog overheid, nog ondernemers, nog werknemers bij machte de koers van het schip wereldmarkt bij te sturen. Hier zijn duizenden en duizenden mensen gewerkt. Hè. Het beste gegeven van hun kunnen, hè, zowel in de geest als in een handenarbeid. Hè. En uiteindelijk is het hier toch een woestijn geworden. En wie is er nu armer en wie is er nu rijker? Ik bezocht de Renault-fabriek in Vilvoorde 2 dagen nadat het failliet was aangekondigd en meer dan 3000 mensen hun job hadden verloren. Maar als het van de gelaatsuitdrukkingen afhangt van de 5 gesprekspartners, en zeker van die van Renault, mogen de meer dan 3000 arbeiders in Vilvoorde het vergeten. Enkele ogenblikken voor het onderhoud herhaalde een verontwaardigde Erik van Rompuy dat het gedrag van de Renault-top brutaal en onverantwoord is. En zo was ik ook op de mars voor werk in Klabik. Roepen voor werk, maar waartoe dient dat werk? Recht op arbeid, ja, maar welke arbeid? Daar stond ik dan op de weide in Klabik, luisterend naar de stakingsleiders. Solidair, maar vol twijfels. Ze zijn nog met zoveel, de loontrekkenden, gesalarieerden. Ik zie ze als een grote, maar zo stil geworden groep. Eisen voor beter loon, werkzekerheid worden ingeslikt. Bedrijven fusioneren, rationaliseren, verhuizen. De werknemer is zijn stem verloren. Ik kan niet meer geloven in het kraken van de oude planken in het lokaal met de trommels en de rode vlakken. Maar nog minder geloof ik in de bedrieglijke glans van de lusters in de mondiale beursgebouwen. Met de laatste bezetting helemaal in het begin kwam ik hier naar de werf en ik kon me nu niet geloven. Er hing een spandoek over een betonblok, juist achter het hekken, hier op Kouwenburg. Eigen werf is. Dat ging door merg en been. Hè. Eigen werf is. Uitgerekend hier op de Boel in Temse, een werf waar dat we verhielden België en zelfs erbuiten eigenlijk actie gevoerd hebben, steun gekregen hebben.